Ja, Diablo 4, dames en heren. De game waar ik al bijna een jaar op wacht. Is dat zo? Ja, pff, dit, ik, vind, ik heb de vorige Diablo zoveel gespeeld. Ik denk een beetje op elke device, want hij kan op een gegeven moment op elk device dat is uit. Waar. Agenaam, ik, word daar, ik word daar heel erg zen van. Gewoon een beetje hakken, beuken. Uh, altijd de Barbarian. Altijd de Barbarian. Um, en ja, er is nu een nieuw deel. De bedoeling was dat ik ook een code kreeg. Uh, dat is niet helemaal gelukt. Op alle. Daar ga ik niet over uitweiden. Um, er is iets fout gegaan. Maar jij hebt wel ermee kunnen spelen. En sowieso was het al een review in Progress. Um, dit is een hele ja. grote game. Ja. ja. Um, en niet alleen um, om er één keer doorheen te lopen. Maar nee. Diablo uh, is natuurlijk een serie die speel je. Met een season pass, en uh, weet je, er komt nieuwe content bij. Ja. Uh, je gaat uh, door dezelfde content op moeilijke difficulties, betere loot. Mm -hmm. Dus, dit is um, typisch een game waar we het in uh, de Street Fighter 6 review eigenlijk ook over hadden. En het geldt voor zoveel games tegenwoordig. Um, we kunnen nu een review doen, maar we kunnen hier over uh, een maand op terugkomen mm -hmm. en uh, veel meer te vertellen hebben over een half jaar. Ja, uh, misschien over twee jaar kunnen we de final review doen omdat we dan echt uh, alles weten dat, dat is een ja, beetje absoluut hoe het uh, werkt van dag tot uh, dag toch vind ik het belangrijk dat we de, re de, de review in progress doen en waarom is dat uh, omdat de laatste tijd ook wel blijkt dat games bijvoorbeeld niet af zijn of de servers zijn niet goed en mensen willen toch een beetje weten moet ik nu instappen moet misschien nog even een maandje wachten dus wat we doen uh, steven heeft die game gewoon echt wel uh, aangepakt ik heb de beta 1 keer tot 25 en één keer tot 20 gespeeld. Okay. Um, en uh, ik heb wel uh, veel materiaal al gezien. Um, er is niet superveel veranderd, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Of... Nee, klopt. Nee, nee dus ik, ik kan er wel redelijk een beeld geven. Jij ah. al een beter. Dus we, we, we er, zijn, er zijn dingen nieuw. Het is niet dat het. Dat het uh, nee, uh, dingen kon je wel, dingen kun je nu wat meer doen. Uh, dus daar zit, wel, uh, daar zit wel verschil. Maar we kunnen wel echt een heel goed beeld geven. van is Diablo 4 ready voor de access uh, op um, 6 juni, is het volgens mij. Dat is de Diablo-dag. Kan ik dan meteen al aan de slag? Ja. Of kan ik misschien beter toch nog even wachten... omdat er toch nog wat issues zijn? Dat, sterker, dat... sterker nog, je kan ja. 2 juni al aan de slag... Uh, als ja, je een pre-order. Je hebt vier ja. dagen early access dan in dat geval. Um, ja, het, het blijft lastig, omdat die... Concrete versie van de game. Ja, die hebben wij of heb ik dan ook niet kunnen spelen? Nee, nee, we hebben een, uh, dat heette dan een early review. Dat was maar een aantal dagen. Daarna stopte het ook weer helemaal en moeten ook wij weer helemaal overnieuw beginnen als we straks weer de daadwerkelijke game ja, uh, geen moeite mee. Nee, precies daar gaan spelen. Um, laten we, uh, ja, nee, laten we gewoon eerst even beginnen met uh, uh, Diablo 4. Um, Diablo ken je natuurlijk. Down, weet je wel? Um, isometrisch. Door, isometrisch door dungeons heen. Um, ja, wat je al zei, het is, is de, de klassieke dungeon crawler action RPG ja. uh, die jij. Um, uh, leuk vond om te spelen omdat het gewoon zen is. En ja, het heeft een moeilijkheidsgraad, maar het heeft voor mij een meer behapbare moeilijkheidsgraad dan uh, in plaats van isometrisch van bovenaf als je echt rechtstreeks third person gaat of first person. Ja, nee, maar wat ik ook, uh, wat, wat, waar ik naar wilde refereren, los van als je op de controller uh, ja. speelt, maar omdat het natuurlijk van origine uh, zo'n uh, genre is, op de dat, PC, het, ja. dat mensen met een uh, in uh, de internetcafés met een peukie één hand ja. met je muis klikken waar je naartoe wilt, je skills aanklikken. Het, 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 het is een. Uh, niet als je serieus gaat spelen, maar het is een, een een-handspel. Als je eventjes gewoon een beetje aan het casual rondlopen bent. Nee, absoluut. En, en ik heb hem ook. Uh, de vorige editie heb ik ook echt op de PC gespeeld. Een van de weinige games die ik op, een, op mijn laptop uh, heb gespeeld. En. Um, het is een beetje, um, wat, wat ik er fijn aan vind, is die, uh, ik noem het altijd uh, instant gratification. Uh, waar je bijvoorbeeld bij een third-person uh, action adventure, die natuurlijk ook best wel veel fighting en hakken en slaan heeft, dan ben je vaak een heel level bezig, uh, of langer bezig, voordat je bijvoorbeeld een kistje vindt of dat je iemand verslaat. Hier ja, is het eigenlijk ja, ja, ja. constant. Ja. Muntjes, weet ik allemaal wat. En, Absoluut. Ja, ik, ik vind dat zo leuk. Ik weet van jou, jij bent al helemaal een doorgeslagen completionist. Uh, maar ik, kan, ik vind het wel leuk om te zoeken. Oh, fuck, wat een zwaard, weet je wel. Weet je wel, vet. Meteen wisselen. En ja? kijken wat bij elkaar werkt. Uh, en zo gewoon een heel tof karakter maken. En daar gewoon die dunjes mee. En je weet ook achter elk poortje: oh, wat gaat ga nu weer tegenkomen? Uh, dat maakt het tof. En ik was een beetje bang omdat Blizzard had aangegeven... ja, we gaan, we gaan dingen toch anders doen. En ik denk, oh mijn god, ze gaan toch niet zeg maar, die hele wereld... die hele top-down-shit weghalen. En het, oh, nee. Nou, dat, dat weten we met die beta. Het is nog steeds wel gewoon uh, feitelijk Diablo... Maar het is iets meer een open wereld. En ze hebben het eigenlijk ietsje meer naar deze tijd getrokken. Zodat ze er ook andere dingen mee kunnen doen. Uh, in plaats van eigenlijk alleen maar de campaign. En, en, uh, ze hebben het wat moderner gemaakt. Het, 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 is, het is wat je al zei. Het is echt Diablo. Ja. Dat, uh, de, de en daar ben ik super blij. Uh, is gewoon intact. Ja. En dat, dat, dat is ook. Uh, instant duidelijk als je naar de gameplay beelden kijkt ja je, je ziet het al dit is gewoon uh, echt diablo en dat is iets wat um, ik ook uh, uh, ja weet je na world of warcraft is dit mijn main blizzard uh, mm -hmm. uh, ding ja um, omdat het genre me meer ligt dan bijvoorbeeld een, een starcraft maar ook um, ja, het, dat hele uh, gothic horror stijltje want ja weet je, meteen al als je begint hadden natuurlijk die um, die opening cinematic ik had eens een tijd ja. uh, geleden al geïntroduceerd. Maar dat dat heeft echt gewoon voor mij de ja. juiste vibe, weet je. Het is gewoon ja. kleine dorpjes, een um, big evil, weet je, wat wat, wat uit uh, een demon world komt en. Uh, ja, ik weet niet. De, de vibe uh, is gewoon tof. Ze vertellen het ook heel mooi. Want je hebt inderdaad die hele imposante Blizzard cutscenes. Ik ken weinig mensen. Of weinig developers. Misschien Square kan het ook wel heel goed. Die zulke mooie cutscenes kunnen maken. Daarnaast heb je ook nog dat je bijvoorbeeld. Weet ik wel, je gaat een café binnen of zo. En dat dan in één keer het wel uh, net even iets anders wordt en dat je dan een soort van, van dialoog krijgt met elkaar. En je hebt dan gewoon ouderwets op straat lopen en tegen iemand en die zegt dan, hey, hallo. Het, het is inderdaad dus, ook nog wel echt gewoon, weet je, twee kleine poppetjes ja. in, in, een, in, een, in een huisje waar het dak vanaf is, zodat je erin kan kijken. exact Dus het dus is heel game. Die, die mix is heel gamey en toch uh, het verhaal, vind ik, wordt er wel wat, alweer wat beter verteld dan de vorige delen, die eigenlijk alleen maar uh, die kleine mensjes bij elkaar waren en cutscenes. Ja, maar daar vond ik alsnog, van Diablo 3 vond ik, weet je, gewoon uh, de campaign doorlopen. Verhaaltechnisch mm -hmm. vond ik een leuk, uh, leuke ervaring. Ja, maar ja, nu is het inderdaad, weet je, het terwijl het grafisch uh, gewoon weer mooier is, maar ja, het is gewoon lekker basic. Mm -hmm. Maar die, die campaign doorlopen, uh, weet je, of je nou uiteindelijk uh, de diepte in gaat en uh, uh, er een live service game van maakt. Ja, maar... of, Nee, nee goed, daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe al van. Want er zit inderdaad een campaign in. Um, maar er zit ook. Dat, dat nieuwe is dus feitelijk een beetje die live service. model. wat ze er een beetje aangeplakt hebben. Nou, Diablo 3 had dat ook wel hoor. Mm -hmm. Daar had je ook al um, gewoon heel veel updates. en uh, dingen te doen die seizoensgebonden waren. Ja. Um, dus dat, um, dat, dat hoort er wel een beetje bij. Maar ja, dit is natuurlijk een, een, een game. waar je. Uh, Iedere keer, weet je, op loop door... Uh, soms ook um, uh, random uh, generated content gaat. Uh, maar soms gewoon ook door de campaign steeds hogere difficulty... en dus steeds betere loot. Want, ja. Um, ja, je, je kan gewoon dat echt... Je kan best wel diep gaan. Ja. Maar is het dan niet bijna een MMO geworden? Of zeg jij van nee? nee, nee want... Ten puntje, eerste puntje, gewoon puntje. de gameplay is... Um, nog steeds gewoon volledig mm -hmm. um, uh, Diablo action RPG. Mm -hmm. en, en MMO is voor mij toch wel echt nu een, een genre. Zeker nu, weet je, want je, daarom hebben we het over live action uh, of live service games. Weet je, dat is eigenlijk de moderne MMO geworden. Ja. En een MMO RPG. Weet je, dan heb je het over World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, online. Weet je, dat zijn nu um, de, de traditionele MMO-games. En die gebruiken ja. allemaal hetzelfde archetype uh, qua, qua interface. Uh, of, uh, weet je, de, de, de hele game-opzet daar is anders. Mm -hmm. en, en Diablo, 3, uh, Diablo 4 heeft dat niet. Nee. Het is gewoon hetzelfde als Diablo 3 um, met, met wat, wat meer social elementen. Maar het is geen MMO. Nee. Um. Een van de dingen die. En daarom is dit ook best wel een lastige review. En daarom een review in progress. Is natuurlijk dat uh, we spelen. of Steven speelde het dan, nou laten we zeggen, met, met media. Dus dat zal een paar duizend, misschien tienduizend mensen wereldwijd zijn. Uh, straks gaat uh, de hele boel los. En dat betekent ook dat die allemaal die wereld ingaan. En ik merkte wel bij die beta bijvoorbeeld, daar hadden ze nog heel veel afgesloten. Uh, maar ik zag af en toe wel, dan was ik bezig. En dan kwam er bij een andere gast langs. En die ging een beetje met mij meelopen hakken. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat werken. Want dat vind ik wel essentieel. Af, afgezien of die servers het wel gaan houden. Want ik, ik hou mijn hart altijd vast. Maar aan de andere kant, ze hebben best wel veel stresstesten gedaan. dus Ze hebben wel wat ervaring. Ze hebben met, wel wat ervaring. Uh, met World of Warcraft. Uh, maar uh, Kijk, er, zit, er zit volgens mij ook een soort van PvP-achtig in. Volgens mij dat je ook tegen elkaar uh, kunt... Spelen. Ja, kun je elkaar in de weg zitten? Dat is een beetje wat ik me afvraag dan bijvoorbeeld in die werelden. Want dat zou ik echt heel gek vinden. Niet als het niet de bedoeling is. Niet als het niet. Nee, de zeker okay. niet. Kijk, ja. en je hebt. Um, en Ik ben benieuwd hoe ze dat in de praktijk allemaal gaan doen hier. Maar um, je, je hebt PvP en PvE servers. Mm -hmm. Ja. En uh, het is natuurlijk niet één instance van de wereld waar iedereen in wordt gegooid. Nee. Weet je, er gaan duizenden instances van de Diablo-wereld naast elkaar draaien. Ja. En, um, ja, je, je, ik, ik ga ervan uit dat je gewoon kan kiezen of dat een, uh, een PvP, PvE-server is. En als jij gewoon de, de campaign aan het doorlopen bent, moet het natuurlijk niet zo zijn als je daar geen zin in hebt dat je nee. uh, nee. wordt belaagd door een andere exact. speler. Ik had wel namelijk het idee dat op het moment dat iemand uh, opeens in mijn battle uh, mee ging helpen. Uh, en dan komt, ik weet bij Destiny bijvoorbeeld als dan, dat kun je ook met elkaar doen met wild vreemden. En dan de, de, de kist die overblijft naar het verslaan van de vijand die iedereen krijgt die inhoudt dat het hier niet het geval was. Maar dat was in de beta. Ik, ik heb dat nu dus niet kunnen checken. Uh, dat zijn van die dingen. Maar goed, dat zijn balansdingen. Uh, het was ook echt een beta. Ze zeiden ook van... Hey, dit gaat nog zeker niet final zijn. Um, dus dan moeten we allemaal afwachten. Um, wat heb jij gedaan? Heb jij gecampaint vooral? Ja. Waar, met, met wie? Met wat? Welk nee, ja, ik, ik heb meerdere klasjes geprobeerd. Oké. Okay. Ik, ik wil heel graag... Um... Jij bent volgens mij van de necromancers, of niet? Ik ben inderdaad voor de, de necromancer gegaan. <laughs> ja. Um, omdat dat, um, stilistisch was ja? dat gewoon mijn karakter. Ik had een uh, uh, hele mooie vrouwelijke necromancer gemaakt. Die character creation, je, je, weet je, het is niet zoals um, uh, weet ik veel, veel van de moderne games. Dat je met sliders elk stukje van het gezicht kan aanpassen. Uh, je hebt gewoon wat elementen die je kan kiezen. Maar het ziet er echt steengoed uit. Ja. Um, en um, het is al meer customizing dan je normaal had. Mm -hmm. um, want daar ko koos je gewoon of je een uh, mannelijke of een vrouwelijke versie van de klas wilde. Dat was het. Ja. Dus je hebt al veel meer opties. Um, alleen ik merkte wel um, dat ondanks dat het stilistisch mijn klas is. Um, dat ik het qua gameplay um, minder interessant vond. Okay. Of dat, tenminste ik vond het super leuk. Want het speelt leuk. Maar dat gaat me toch niet uh, denk ik worden voor nee. mij. Um, en um, waar ik in World of Warcraft, basically met de barbarian altijd speel. Ja. Um, uh, ik denk dat ik een uh, Sorcerer uh, ga doen. Okay. Dat was ook uh, toch in Diablo 3 um, de, de class waar ik het meeste mee heb gespeeld, uh, verreweg. En um, ja, ik denk dat ik uh, voor de Sorcerer ga. <truh>, the... Ja, ik, ik ben altijd een beetje een barbarian, maar ik, hoor, ik, hoor, ik, ik merk wel van dat het... Het heeft zelfs een voordeel en het kan ook een nadeel, omdat je bijna geen afstandsdingen hebt. Um, Precies. Ik, ik vind, moet ik, er gewoon ik, even nadenken. Of... Ik, sorcerer werkt leuk in, ja. um, in de sandbox van een uh, isometrisch action RPG. Omdat je inderdaad uh, range is gewoon fijn om te hebben. Ja. Hm, maar moet maar goed, even goed ik even over nadenken? Het, be het belangrijkste is uh, vijf classes. Ja. Um, en ze zijn allemaal echt compleet verschillend. Mm -hmm. um, de Barbarian is inderdaad um, de grote melee-tanky-character uh, met um, die loadouts die nieuw zijn. Ja. Um, je switcht gewoon live uh, tussen je wapens uh, aan de hand van welke het beste is voor de skill die, uh, die je heel erg prettig gaat uitvoeren. Dat is, het klinkt heel, heel simpel, maar het is echt ja. uh, gameplay-technisch een heel tof en uh, goed bedacht concept. Ja. Mm -hmm. um, uh, Druid. Um, uh, ja, weer wat meer uh, de, de nature-character. Maar wel echt op een brute manier. Het is mm -hmm. geen, uh, <laughs> uh, geen tree-hugging-Druid. Uh, uh, Necromancer zei al. De Rogue uh, vind ik ook erg, um, erg interessant. Ja. Um, en Sorcerer, als je echt voor de, de Mage-character uh, gaat. Ja, ja ik um, Ik zit weer te genieten, trouwens. Van, uh, ja, met Lilith. Ik vind, um, wat ik al zeg, uh, ik, 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 ik hou sowieso. Uh, heel erg uh, van die ja. dark gothic uh, setting. Vandaar uh, uh, de, weet ik veel, de, de Dark Souls Berserk. Uh, liefde. Mm -hmm. Ja, en um, dit, uh, ja, dit, uh, dit, dit doet het altijd goed bij mij. Uh, een beetje de ja, net zoals de Castlevania anime uh, zeker met de kerk erbij uh, en dan uh, wat demons. ja. Maar ik die cutscenes zijn vet. Uh, de sfeer is vet. Uh, heel veel interessante characters of classes. Um, en het skillsysteem is uh, ja, wel uh, redelijk nieuw met hoe mm -hmm. je dat uh, opbouwt. Ja. Um, uh, verschillende ranks van de verschillende skills die je uh, wil kiezen. Um, je kan wel echt weer op heel veel verschillende manieren ja, het, je kerk opbouwen. Het het, 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 Al in de beta was het behoorlijk diep. Ja. Het, het hoeft allemaal niet meteen. Kijk, als jij gewoon nee. uh, de campaign, uh, zeker op de, uh, de makkelijkste difficulty, gaat mm -hmm. doorlopen. Mm -hmm. um, ah, dan kan je niet per se foute uh, nee. keuzes maken. Als jij um, uh, voor de wat serieuzere optie gaat, die heb je ja. natuurlijk ook weer um, uh, de keus om voor de mode te gaan dat dood is dood. Kerker ja, ja. weg. Nee, dank je. Dat, uh, nee, maar. Uh, ja nee, ik snap het. Het is wel. Uh, ja. uh, er is een reden dat het. Weet je, erin zit. Het is zit. wel thrill. Absoluut. Ja. Weet je, het is een hele andere beleving om door zo'n wereld te lopen als je gewoon weet. Wat ga je niet doen als je een game reviewt? Nee, nou het, het is, het is <laughs> inderdaad voor een andere, andere beleving. Ja. Maar het, 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 ik heb het met Diablo 3 wel een keer gedaan. Ja. Weet nee, je? Nou, ik kan me ook voorstellen dat als je. Want ik heb, ik heb Diablo 3 ook vier of vijf keer gespeeld. En dat is het mooie van deze game. Van het, 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 ik heb nooit het gevoel dat ik het zelf. Ik bedoel, natuurlijk herken ik van, oh, weet je wel, we zijn nu hier en daar. Maar het, op een of andere manier, toch die vijanden die net even iets anders. Van de andere kant komen, whatever. Het voelt elke keer weer anders aan. En je kunt inderdaad de klasses opnieuw doen. Je kunt inderdaad voor een, een, een hogere moeilijkheidsgraad komen. Er zit zoveel um, replay value in. Um, ja, daar zou je zeggen dat, dat, dat heb ik veel minder bij, bij gewoon bij third person of first person. Dan heb ik toch al vrij gauw van ik weet exact wat ik moet doen, waar ja. ik moet staan ja ik had het er toevallig met, met Koos over het is ja. voor mij is dat een beetje het verschil um, tussen uh, gewoon story driven games en gameplay driven games ja en ik bedoel we hebben het er net over gehad hoe mooi die cutscenes zijn en dit is gameplay game, uh, uh, ja. noem maar op maar dit is tegelijkertijd toch wel echt een gameplay game ja en, um, gameplay games die, uh, die speel je daar speel je, herspeel je content mm -hmm. Uh, kijk naar wat we doen met uh, de Soulsborne games. Weet ja. je, uh, New Game Plus, New Game Plus Plus. Je speelt die op loop. Uh, ja. uh, in Destiny, weet je, 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 je perfectioneert een uh, dungeon waar je gewoon keer ja. op keer doorheen gaat. Je test je en, eigen skillset gewoon. Ja, je ja. bouwt je karakter wat anders op. En het, het, het gaat er niet om dat je het al hebt gezien en dan nee. ben je er klaar mee. En, ik, ik, dat is voor mij wel weer iets waar ik de laatste, uh, nou ja, niet eens jaren, maar al 10, 15 jaar meer dan uh, volledig naar terug ben gegaan. Mm -hmm. Omdat games die story driven zijn, op het moment dat, je, dat een developer weet dat je uh, een bepaald stuk content één keer ziet, omdat mensen één keer. De game doorlopen en dan zijn ze er klaar mee. Ja. Dan besteed je er anders aandacht aan. Zeker. Want je weet, het gaat één keer gezien worden en dan gaat het de prullenbak in. Ja. Maar als jij weet, mensen gaan deze game, deze dungeon, dit stuk van de campaign, die gaan ze 10, 20, 30 keer zien, dan ja, werk je daar met een hele andere mentaliteit aan. En ja. dat's, dat, dat is iets wat um, voor mij het enige is wat momenteel nog echt overeind blijft. Dat zijn, ja. dat zijn die games waar de content zo goed is om het op loop te spelen. Ja. En dat, uh, dat, is, dat is Diablo ook in essentie gewoon zo'n zo mm -hmm. type game. Eén um, ding wat me opviel ook is, het, het is inderdaad een, een, een wat meer open wereld. Hè? De, de vorige Diablos, uh, daar, ja, daar, daar, daar was wel heel duidelijk welke kant je op moest uh, gaan. Soms kon ook niet anders, want dan waren de cliff van alle kanten bij wijze van spreken. Hier heb je in principe een soort van wereld die open gaat. En ik merkte wel van, uh, je kunt inderdaad wel verschillende kanten op... Ik, op een gegeven moment ging ja. ik ook links af, een beetje. Het is wel. Het, 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 open zeg maar niet, wereld is een breed concept. Ex, nee, het is niet alsof dat alles voor je open is. Een bepaald gedeelte is open en daarmee kun je inderdaad ook wel zeg maar als het ware de foute afslag nemen waardoor je bijvoorbeeld in een dungeon terecht komt waar je eigenlijk nog helemaal niet klaar voor bent. Het nee. um, het it, like it is het is um, uh, minder lineair. Ja. En in dat uh, opzicht is het is het uh, een uh, meer open. Open wereld uh, is natuurlijk een, een, een concept uh, in gaming, wat voor een specifiek iets staat. Ja. En dan, uh, ja, dan denk je bijvoorbeeld al snel aan een Elder Ring. Of, of een uh, Tears of the Kingdom. Ja, dat zijn open wereld games en dat moet je niet verwachten bij Diablo. Nee, 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 absoluut niet. Dat, dat uh, het is wat meer open. Precies. Ik denk dat ze het op die manier kunnen zetten. Waarbij je dus inderdaad het fijne daarvan vond ik. Aan de ene kant heb je dus uh, je kan zo met je snuffert in een dungeon terechtkomen die gewoon way way overpowered is voor je, maar dan weet je dan, dan ga je dood. En dan ga je weer terug. En dan denk ik, oké, okay, dit dus nog even niet. Hier ben ik nog niet aan toe. Um, aan de andere kant vond ik het wel fijn voor de grind. Um, dat vond ik altijd wel vervelend met Diablo. Ik ben, ik ben iemand die vaak te snel gaat. Weet je, dan let ik even niet op. Uh, ben ik eigenlijk, kom ik op een gegeven moment bij een eindbaas of, of iets, iets heftigs. En dan fuck, ik ben er nog niet klaar voor. En dan, dan moet ik eigenlijk drie keer hetzelfde stuk nog een keer gaan doen om om paard te komen daarmee. Nu kun je wat meer denken. Oké, okay, ik heb hier nog een heel gebied. Daar ga ik eens even kijken wat daar is en daar is vast ook nog wel wat. En op die manier grind je dan naar dat moment toe. En ik vind dat geen vervelende grind. Ik vind dat ik, dat vind ik een leuke grind. Um, dus dat biedt mij die open wereld wel. Ja, ik ben, ja, ja, ja. ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als er straks dus inderdaad heel veel andere mensen doorheen gaan lopen met mounts en dat soort dingen allemaal. Um, maar goed, dat hebben we dus nog niet kunnen zien, omdat um, ja, dit is niet een review op basis van the iedereen life, is aan het spelen. Nee, uh, dat, dat gaan we dus nog een keer doen. Uh, hoe beviel de campagne tot nu toe? Ja, inhoudelijk, hè, want we gaan straks even op het technische aspect. Ja, um, super vet. Ja, dit is, um, wat ik al zei, het is gewoon echt, uh, wat dat betreft, een diablo-game. Um, en het, het speelt gewoon lekker weg. Ja. Um, Je hebt hem toetsenbord gespeeld hè? Ja, absoluut. Ja, ja. Muis toetsenbord. Um, waar ik zelfs uh, ook weer heel even aan moest wennen. Want uh, Diablo 3 heb ik in eerste instantie heel veel op de pc gespeeld. Mm -hmm. En daarna uh, nog een keer ook wel redelijk oh, veel ja. op, de, op de Playstation. Ja. En um, ja, dat um, moesten we heel even wennen aan het uh, uh, click to move. Ja. <laughs> um, maar um, het, het, het is gewoon een, uh, zeker als je de eerste keer uh, aan je, je rondje begint, is het een hele relaxte game, wat je al zei, om te spelen. Omdat er zijn absoluut wel uh, wat pittige stukjes al, mm -hmm. maar um, ja, nog langer na niet bij, um, weet ik veel, je zoveelste playthrough op een veel hogere difficulty. Nee. Dus, um, dan is het gewoon een hele fijne game om door die, die duistere omgevingen uh, te ja. gaan. Uh, je zei al heel veel instant gratification met. Uh, je, je ziet het al gewoon belachelijk veel loot. De ja, tijd. Ja, ja, heerlijk. Ik um, ben gewoon inderdaad. Uh, het, het is niet dat je af en toe iets krijgt en het is altijd goed. Je krijgt heel veel en je zoekt er gewoon een beetje tussen. En je ja. zet upgrades tussen, een heleboel is meuk. Ja. Uh, gebruik je voor materials of je verkoopt het. Um, ja, en dat, uh, dat, dat, dat. Het is gewoon inderdaad gewoon lekker om te doen. Je? Ja. je, gaat gewoon lekker zitten. Um, vette cutscenes tussendoor, um, uh, het geluid, uh, de hele prestatie, de game feel. Mm -hmm. uh, het, het is gewoon, uh, wat dat betreft, uh, ja, een, een polished Blizzard game. Ja, polished. Maar um... ja, uh, met, uh, met alles wat ik nu noemde. Ja, precies. Dus inderdaad, ik, ik ben het helemaal met je eens hoor. Ook in die beta daar heb ik echt vele uren ingestoken. Um, de gameplay, het verhaal, de manier hoe ze de gameplay ingestoken oldschool Diablo, weet je, ik denk dat je daar als Diablo-fan echt geen bijlaat had gevangen. Maar uh, het is een bijzonder ambitieus project. Het is, het is groot. Uh, ze hebben natuurlijk ook wat nieuwe dingen eraan toegevoegd. En uh, nou, de eerste beta was al een drama met de server. De tweede beta was dat serverprobleem al een stuk minder. Um, maar ik ben toen wel een paar keer en ik heb hem altijd op de Xbox gespeeld. Een paar keer ben ik keihard uit de game geflikkerd. Moest ik weer helemaal overnieuw beginnen. Ik heb vastgezeten. Um, jij hebt de PC-versie gespeeld. En ook jij gaf aan, het is ja, helemaal polished is het nog niet? Nee, puur qua um, uh, de techniek. Ja. Um, gewoon wat ik al zei, gewoon uh, uh, game design technisch is het gewoon, weet je, een, een polished game. Een lekkere, ja. Weet je, de, de geluidseffecten, inderdaad, uh, de, 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 de visuele cues, weet je, het zit gewoon lekker in elkaar. Ja, ik had gewoon simpelweg wat technische uh, problemen. En ja. Het is heel lastig om die in zo'n review te verwerken. Want, uh, de, uh, de Zeker live... bij de PC, hè? want mijn Xbox, als ik de code had en dat werkte niet, kan ik al zeggen: oké, okay, dat is bij iedereen zo. Je jij, jij kan altijd met een PC altijd zeggen: configuratie of whatever. Of ja, was het hier precies. toch een. Nou ja, ik, ik heb letterlijk uh, met alles wat ik uh, speel. Ik heb een hele, ja. hele stabiele PC. Um, en uh, ik heb nooit uh, gezeik en dit was ik denk, 99% zeker toe te kennen aan gewoon um, de versie van uh, ja. Diablo die ik, uh, die ik speelde. En er, er was gewoon iets met een memory buffer die volliep en um, er zijn verschillende problemen geweest. Maar wat ik al zei, het is lastig om dat in een, in een review te verwerken, want... Um, geen nul garantie dat dat in de live versie nee, nou, kijk, uh, 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 zit. Ik ga er vanuit van niet. Ze hebben, ze hebben, nogmaals, ik heb de NDA gelezen en er staat gewoon van hier mag je een review op baseren. Dat doen wij niet, want ik, ik, ik heb al nog het idee, we krijgen namelijk ook nog de fase een paar miljoen mensen gaan tegelijk online. Wat is dan je spelervaring? Uh, daarom ook gaan we de finale review, die doen we echt pas over één of twee weken. Uh, maar het feit dat deze versie die jij hebt gespeeld niet altijd even soepel draaide. Uh... nou als hij draaide draaide hij super soepel ik ben ja. er gewoon ik, ik heb gewoon uh, meerdere crashes gehad ja um, uh, en weet je kijk als ik uh, weet ik voor, voor hoeveel uh, volle dagen heb gespeeld en hij heeft één, twee keer gecrashed uh, maar het is, het is wel meer dan dat ja. geweest um, maar goed, nogmaals. Ja, wie weet day one patch. Dat, dat kan ja, zomaar. Daarom. Dus het, toch, het, 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 is, het is niet um, iets wat ik nu uh, de game aanreken, maar ja. uh, het, het is wel iets waarvan ik uh, uh, het wil zien dat het goed draait. Ja. Ik, ik wil wel even. Uh, nou ja, we hebben ik, natuurlijk al de laatste tijd een paar. Uh, kijk, het eens. Ja, goed. Ja, dit, dit, dit is een PC game. Dat is wel exact, een groot verschil. Dat, er dat zijn precies, ja. veel van de grote releases die problemen hadden op de PC waren niet. Boards. Precies, waar ja. meer console, allemaal die, die grens tussen uh, development voor PC en console is natuurlijk heel klein geworden. Met mm -hmm. gewoon de PC hardware en chips die in consoles zitten tegenwoordig. Ja. Uh, vroeger waren het proprietary uh, chips, uh, nu is dat allemaal weet je uit handen van uh, in, momenteel een AMD. Ja. Maar dat is, um, uh, dat is dus niet meer per se het, het, het nee. ding. Maar uh, even goed, weet je, Diablo is wel echt uh, een uh, PC-game. Uh, Blizzard is een PC-developer. Exact, dat, dat, die perk die, die wil ik ze nog wel geven. Van als er dan een bedrijf is die dit soort shit kan fixen, is het uh, Blizzard. Um, ja, dit, ma dit maakt het wel moeilijk. Want in principe heb ik en jij zeker zoiets van... Je wil eigenlijk zeggen van, fuck man, Diablo, weet je wel. Oh, doe het, speel het. Maar er zijn toch nog een paar van die dingen van... Het is niet de finale versie die we hebben mogen spelen. Ja. We weten niet wat er gebeurt straks met die servers. Online gaan als er allerlei mensen erin. Wat gaat dat doen voor de gameplay? Of ja, weet je wat het is? Het, 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 het is niet uh, een manier om het goed te praten. Want mm -hmm. um, ik, ik vind dat we daar best wel kritisch uh, op mogen zijn. Ja. Maar het is tegenwoordig natuurlijk wel zo. Um, dat um, uh, een vlekkeloze release van een uh, oh. grote online game ja, zeker. de eerste week zelden vlekkeloos verloopt. Ja. Um, en dat is iets waar je tegenwoordig als gamer wel van op de hoogte bent. Ja. En weet: er is een kans dat er in de eerste week technische problemen gaan zijn. Ja. Um, dus als je daar echt problemen mee hebt, mm -hmm. weet je, Diablo 4, als je van Diablo houdt, als je van het genre houdt, dit is een game die je gaat spelen. Mm -hmm. um, ja, je, kan, je kan overwegen van hé, hey, ik uh, kijk even uh, de eerste 1-2 weken de kat uit de boom. Uh, zorg even dat er uh, inderdaad wat updates zijn geweest. Ik, uh, ik, ik kijk even wat er online verschijnt. Uh, ja. uh, gaat iedereen lekker? Nou, ja, cool. Dan duik ik erin. En als je, als je weet dat dat uh, er een beetje bij uh, hoort. En wat ik al zeg, daar, daar wil ik voorzichtig mee zijn. Want de, de developers moeten geen vrijkaartje krijgen om uh, uh, nee. een game uit te kunnen brengen met problemen. Technische problemen, dag één. Nee, ja. Maar ja, weet dat dat altijd die die... een reëel uh, gevaar is bij dit soort games. De kans dat er. Server technische problemen komen, namelijk gewoon hele lange queues. Want dat weet ik nog wel. De eerste keer, daar kreeg je zo van, dan ja. start je hem op. En dan zo, uh, oké, okay, 90 minuten wacht ik. Ja, fuck you, weet je wel. Uh, toen, toen, toen ik hem speelde met de, met de laatste beta was het al één minuut. Uh, nou, ik heb het met de Xbox even geprobeerd. Toen was het ook heel snel uh, met de PC idem dito. Ik denk dat ze, dat, dat wel. Ik, de kans is groot dat het eventjes. Want deze game is gewoon te groot. Dat mensen gaan nadenken: oké, okay, ik wacht wel even. Nee, mensen willen dit gewoon. Mensen willen dit ja. al jaren. Dus allemaal hebben ze het pre ordered Dus dat betekent gewoon: je gaat gewoon cues krijgen. Maar Absoluut. Na, na een week zul je al zien dat dat minder gaat worden. Uh, het gaat mij er vooral om, die performance. Weet je wel. Um, hoe gaat dat zijn op de Xbox? De, de latency, al dat soort dingen. Want de, in de bed had je dat soms wel op de Xbox, dat, dat, dat de framerate soms een klein beetje net even niet lekker zat. Nou, dat kan bij dit soort games zeker bij wat moeilijkere dingen vervelend zijn. Ja, kijk, gelukkig, maar uh, is het grafisch niet uh, de meest veel eisende game. Klopt. Uh, het is meer uh, uh, wat je het hebt over belasting van hardware is het meer kwantiteit en kwaliteit. Ja. Um, zeker als je met meerdere mensen gaat spelen en er echt swarms en swarms aan vijanden komen. Mm -hmm. uh, maakt het niet uit dat het simpele character models zijn. Dan wordt het er simpelweg zoveel dat het ja. nog uh, wat zwaarder is voor de hardware. Maar um, ja daar mag het niet aan liggen. Nee. Uh, zeker niet aan Blizzards ervaring. Um, met uh, servers en online uh, ja. uh, games. Dus. Um, Weet je, ik, ik, ja, ik, 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 denk, ik denk niet dat dat een serieus probleem gaat zijn. Mm -hmm. Maar ja, we kunnen er niet al te veel over zeggen. Dus. Stel, stel, je was nu gewoon Steven. Werkte totaal niet bij GameKings. Uh, maar wel zelf de gamer. Uh, had jij hem op launch gekocht? Of niet? Um, nou... Op dit bij mij hangt het er dan altijd vanaf als ik echt zit te snakken naar iets nieuws, mm -hmm. dan uh, absoluut. En dan was, had ik ook gewoon uh, alle problemen voor lief genomen en dan, dan weet je dat en dan is het nog steeds kut, maar uh, <laughs> dan, dan doe je dat gewoon. Ja, um, uh, ik heb nu. Um, Sowieso uh, Destiny met net nieuwe content die uit is. Mm -hmm. Tears of the Kingdom heb ik nog, uh, uh, nog te doen. Dus uh, ik zit nu op iets minder hete kolen. Okay. Uh, behalve dan dat we uh, er, er dus uh, snel op terug moeten komen. En dan mm -hmm. echt uh, de live versie even goed gecheckt moeten hebben. Maar anders had ik misschien zelf wel nu gezegd van ik, uh, ja. ik, ik, ik ga hem sowieso uh, halen en spelen. Ja. Maar dan wacht ik nog een hele vlek een paar weken. Want ik heb nog uh, meerdere dingen te doen. Um, ja, ik, ik had hem wel uh, meteen gehaald. Ondanks inderdaad, ik moet ook nog uh, uh, Tears of Kingdom nog doorspelen, maar dat speel ik elke dag een, een uurtje. En uh, deze game, die binnen alles wat uh, Street Fighter, vind ik leuk. Niet mijn zo mijn ding. Final Fantasy heb ik al helemaal niks mee. Diablo is echt wel mijn ding. En in de rest van de zomer, ik weet niet, ik, ik heb niet even een goede blik of er nog heel veel uitkomt. Metroid Prime? Nee, is ook niet zo mijn ding. Uh, nou, uh, ga, ik wil, ik, dit, ik wil hey, het wel een keer proberen. Ik ga wil dit het doen. Maar als ik er wel... eentje weer ja. uh, jou, jouw kant op Oké, okay. ga, ga ik het proberen. Uh, maar deze. Uh, ik vertrouw Blizzard er ook nog op. Ik, ik denk wel dat er wat issues gaan zijn? Uh, want ik ken bijna geen enkele game meer die op dag. En het is ook echt een multiplatform. Hij komt op de PlayStation. Hij komt op de Xbox. Uh, hij komt op de. Uh, is die ook voor de Xbox One en de PlayStation 4? Uh, ik weet oh, het niet uit mijn hoofd. Nee, maar goed. Hij komt op veel uit. Dus dit is best wel lacht. Dit is ook een grote game met allerlei. Dit is gewoon lastig. Dus er gaat echt wel wat gebeuren. Maar ik, ik, ik schat Blizzard dermate hoog in. Het is geen uh, Didelic met Gollum die gaat roepen: van nou, nah, we gaan kijken of we die game goed kunnen krijgen. Nee, Gollum is gewoon een scheidgame. En dat gaat ook nooit meer goed worden. De basis van deze game is gewoon echt heel erg breed. Uh, dus daar kun je even op dit moment aan vasthouden. Uh, ik denk dat er even een weekje over twee overheen gaat. Uh, dan hebben we allemaal de final version. Dan kunnen we ook echt even ons tijd nemen om dat allemaal te gaan spelen. Dus de, 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 de hard, de, als je het nu wil spelen, doe het gewoon vooral. Als je denkt van, ik weet het niet man. Ik heb geen zin om nu 70 euro uit te geven aan iets wat de komende weken niet werkt. Dan zou ik even wachten nog, want je weet het niet. Maar ik geloof dat het wel gaat goedkomen. Uh, qua game sowieso. En ja. Inderdaad, de rest is speculatief. Uh, qua, uh, gaat er, gaat er, gaan er wel of niet uh, uh, day one issues in zitten? Ja. Uh, dat gaan we allemaal meemaken. Um, maar gewoon qua wat ik uh, verwacht en uh, hoopte uh, dat Diablo 4 zou zijn. Ja. Um, ja, ben ik heel erg blij. Want het is gewoon, uh, het is gewoon weer een heerlijke Diablo-game. Oké, okay, vet. a uh, week of twee dan de finale review. Ja.